U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt veel bewolking over Nederland en er komt ook nog wel wat bewolking vanuit Duitsland onze kant op. Maar voorzichtig wordt die bewolking wel wat dunner. Het levert vanochtend nog niet veel op, want het is vaak grijs. Af en toe valt er wat lichte regen. Temperaturen 4 op 5 graden en een stevige oost tot noordoostenwind, kracht 4 tot 5. Die maakt het voor het gevoel kouder. Ook vanmiddag als de thermometers 8 graden aangeven. Het vaak nog grijs is en er af en toe wat lichte regen of motregen kan vallen. Het zijn geen grote hoeveelheden en op veel plaatsen blijft het ook wel droog. En een neerslagkansen nemen vanuit. Geleidelijk aan snel af. Temperaturen dalen ook wat. In de nacht komt het kwik op een graad of twee uit en dan begint het voorzichtig ook wat op te klaren van het oosten uit. Morgen zien we de zon vaker. Het levert meteen hogere temperaturen op, van 11 tot maximaal 13 graden. Voorzichtig begint de wind ook wat af te nemen, als eerste in het zuiden van het land. Dinsdag wordt het 14 of 15 graden en ook woensdag hebben we dat soort temperaturen. Een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost en geregeld zon erbij. Donderdag gaat de wind wat meer noordelijk worden en voert dan ook weer wat koelere lucht aan. Maar het wordt ook donderdag nog 13 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.